Kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games hier op Duffy Games. En dit is gewoon aflevering 101. En dat is gewoon heel normaal. Wat een rare intro dit weer. Nee, mensen, bedankt voor alle likes die zijn achtergelaten gisteren op aflevering 100. Ik heb het een beetje in de gaten gehouden. Na 1 uur over de 130 likes, na 2 à 3 uur over de 250 likes en de volgende dag dus over de 400 likes. En het gaat nog steeds, het gaat maar door met die likes. Bedankt ervoor mensen, bedankt voor alle support jullie mij daarmee geven. En dat motiveert me natuurlijk om lekker door te gaan. Dit was echt een video met een boost erin dat ik dacht van, oké, wauw. Jullie vinden het nog steeds super leuk om te doen na al deze afleveringen. Ik entertain jullie nog steeds goed. Dus we gaan er gewoon mee door. En er was ook een beetje verwarring in de reacties. Ik weet niet waarom dat kwam, maar ik weet ook niet of die mensen goed hebben opgelet. Maar iemand zei, één iemand begon ermee van, niet stop alsjeblieft, ga door. En meteen namen mensen het klakkeloos volgens mij over. En het ging allemaal, iedereen was een beetje, of iedereen, veel waren in één keer in paniek van, oh nee, hij gaat stoppen. Mensen, maak je geen zorgen, ik stop niet met de Hunger Games. Dat is ook absoluut niet in die video verteld. Dat was gewoon de grand final. Het was gewoon de 100ste aflevering. En ik dacht zo van, weet je, het moet wat leuk zijn. En ik vond dit zelf heel leuk. En heel veel mensen vonden het schijnbaar leuk. En daarom, we gaan vandaag gewoon lekker met een gewone... wat de... Hunger Games aflevering. En... oh! Oké, dit potje is verloren. ik kon niet eens een kist openen. Wow! Rustig aan, rustig aan. Wow, oké. Nee, dit gaat lekker. We hebben een bottle of Ocean in. Maar ja, als dit alles is, dan... wat? Ik kreeg niet eens XP. Nou, dit potje, dit is echt zo'n potje waarvan je denkt van... moet dat nou? Oké, nou, dan gaan we even snel looten. Even kijken, ik ga hier ook nog even looten. Dit is ook weer loot. Kijk, natuurlijk een broek. Het is handig, maar ik heb nog steeds geen enkel zwaard om mezelf te verdedigen, jongens. Kom op. Geef me eens even wat goeds. Kom hier, alsjeblieft. Geef me een stone sword. Of iets. Of een woedend sword eerst. Een iron helmet. Ja, oké, dat is ook goed, maar ik wil een sword. Nee, oké. Oké, ik krijg nu natuurlijk wel mijn golden sword, maar... Wow. We hebben mazzel dat we niet iemand tegenkomen nu hier dichtbij, want... anders hadden we echt een probleem gehad. Kijk, en daar komt ons stone sword al aan. He, eindelijk. Ik zet even mijn voedsel goed. Oké, we hebben in ieder geval één, ja, hoe heet dat? Iron. Goed, aan één hebben we natuurlijk niet zoveel. We hebben natuurlijk minimaal 2 nodig. We hebben wel sticks, maar mij kennende gaan we dat gewoon niet krijgen deze aflevering. We weten allemaal hoe ik ben en hoe de Hunger Games over mij denkt, dus dat gaat niet gebeuren. Dan hebben we dit huis naar binnen. En dan weet ik dat daar een kist zit. Hoppatee. En dan weet ik dat hier een kist zit. Oké, dan. En die kist kan niet geopend worden. Heb ik nog iets beters dan wat ik al had? Volgens mij niet. Ik heb 3 bottle of Ocean things. Zo. En dan kunnen we eigenlijk wel meteen ons Charmer Sword gaan enchanten. Wacht even. Ik hoop eigenlijk dat deze persoon naar binnen gaat komen. Maar goed, dat doet hij dus niet. Dus wat wij nu gaan doen is, wij gaan achter hem aan dan. Aha. Kijk aan. Hij rende net hier natuurlijk naartoe. Oké, daar is hij op het strand. Oké, dan. Kijk, zolang wij achter hem zitten en hij niks door heeft, is er ook niks aan de hand. Dan kunnen wij, hebben wij sowieso een voorsprong op. Zo, boom. Dat bedoel ik dus met een voorsprong. Hij had 0,0 in de gaten dat er iemand achter hem zat. En daardoor konden wij gewoon makkelijk een kill maken. Dat is gewoon echt insane. Hoe dom sommige mensen zijn. Als je mijn video kijkt en ik noem je dom, bedoel ik niet om je uit te schelden of wat dan ook. Maar het is gewoon, mensen letten niet goed op hun kompas of mensen achter hun spannen of dat er mensen voor hun zitten. Maar goed, natuurlijk niet iedereen neemt de Hunger Games zo serieus als ik op het moment. Dat ik gewoon in een game zoiets heb van, oké, ik wil eigenlijk winnen, want ik vind het een leuke minigame. En natuurlijk, je moet doen wat je het leuk vindt. Dat is het belangrijkste. Maar van binnen heeft iedereen toch wel, als je dit speelt, zoiets van, ik wil toch ook wel graag winnen. En daarom gaan wij nu naar boven toe. Om eventueel te proberen ons sword te enchanten. Want ik heb gewoon gemerkt, een enchanted sword heeft gewoon echt vele voordelen. Stel, iemand heeft straks een betere armor body dan mij. Dan heb ik weer een beter sword. Wat toch weer een beetje het composeert. Waardoor we toch weer wat gelijker uitkomen. En misschien dat ik dan toch nog een winkans heb erin. Dat is toch wel iets belangrijks. Wacht, je moet hier naar beneden om te enchanten. Lol, ik wil helemaal er bovenop, maar dat hoeft helemaal niet. Zo hoog zit de ingang niet. Faal. Oké, even kijken, zit hier iemand in? Ik denk het niet. Nee, hier zit niemand. Dus we kunnen gewoon free enchanten. Wow. Oké, dat is wel heel chill. Oké, nou als niemand hier zit, dan gaan we gewoon lekker enchanten. Hoppatee, Sharpness 1, dat dacht ik dan maar. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, zit hier beneden eigenlijk ook kisten?
heb ik echt nog nooit gecheckt of hier beneden kisten zitten. Ja, ik durf ook nooit naar beneden te gaan, want ik ben bang dat ik dan niet meer terugkom. Nou, ik ga het ook dit keer ook niet gokken ook. Dat mogen jullie achterlaten. Als iemand het ooit heeft getest, zitten de kisten daar beneden? Zo ja, oké. En zo nee, oké. Nee, ik ben niet iemand die nu mijn leven op het spel gaat zetten. Dan moet ik eigenlijk een keer buiten de opnames doen. Even kijken, hier is nog een kist. Die is al geloot door iemand. Oké, dan weet iemand dat dus al. Oh, oké, dat was niet helemaal slim. Ik dacht even dat ik iemand achter me zag, maar dat was niet zo. Misschien heeft iemand hier wel iets in laten zitten. Je weet natuurlijk nooit. Maar nee, dat is inderdaad dit keer niet het geval. Oké, we gaan even rustig naar... Oké, er zitten daar twee mensen beneden. En zo te zien hebben we te maken met een team. Ja, we hebben hier te maken met een team. Oké, dan moet ik eigenlijk zo snel mogelijk één proberen uit te schakelen. Maar goed, hoe ga je dat natuurlijk snel doen? Want we zitten hier nog steeds samen. Ja, hij heeft me gezien. En die andere heeft me ook gezien. Ik geef het type set teamers. Zo, dan weten ze in ieder geval dat ik ze zielig vind. Ik ga mooi terug. En dat is puur omdat ik nu nog niet weet wat ik moet gaan doen. Oh, set teamers. What you suck. Oh, ik ben slecht mensen. Oh, in dat geval. Oké. Misschien kan ik ze wel vanaf deze kant verrassen. Wacht even, hij typte net. Hij is dood. Oh, yes. Dit keer hou ik van een VIP. Hij heeft gewoon een van de teamers uitgeschakeld. Wow. Oké. Dan gaan wij nu er keihard op afrennen en kijken of we hier een kill kunnen maken nu. Of, hij is er vandoor. Hij is er gewoon vandoor gegaan. Hier is die. Oké, nu moet ik weg, nu moet ik weg, nu moet ik weg. Ik kan nu niks. Oké, ontplof. Ontplof. Oké, rennen, rennen. Oh shit, niet misspringen. Oké, er zit nu niemand achter me aan. Eten. Hij komt achter me aan. Ja, hij komt achter me aan, hij komt achter me aan, hij komt achter me aan. Oké, oké, oké. Door het water heen, een beetje naar beneden, zo met de stroom mee. Oké. Yes! Oké, dat is een hele belangrijke kill dit. Oké, er komt weer iemand achter me aan. Doorrennen nou, doorrennen, doorrennen. Oké, hij heeft een boog. Mooi zo, ga jij maar lekker boog op mij. Heb ik een voorsprong, dankjewel. Oké, oké, rennen, rennen, rennen. Oeh, mensen, oeh, spannend. Oeh. Nee, we gaan gewoon keihard doorrennen nu. En we gaan gewoon proberen te ontsnappen aan deze persoon, zodat hij mij kwijtraakt. Wow, wow, wow. Oké, het gaat op zich nu nog goed. Gaat goed, gaat goed, gaat goed. Doorrennen, doorrennen, doorrennen. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. Hij heeft mij nu gezien. Hij heeft mij gezien. Hij heeft me gezien. Oké, dat is goed. Dat mag. Hij mag me best zien. Ik ren gewoon nog even door voor een beetje HP regen. Want hij heeft natuurlijk betere gear dan mij. Of natuurlijk, hij heeft gewoon betere gear dan mij. En wij gaan toch even proberen te ontsnappen aan deze persoon. Of nou, ontsnappen. Kijk, ons HP is nu nog maar 3,5 hartje verminderd dan wat we hadden. Dus we moeten dit nog even volhouden. En dan kunnen we omdraaien om te gaan vechten eventueel. Het is in ieder geval geen VIP, dus dat is dan een stuk beter natuurlijk. Dat hij geen in één keer een OP item heeft, maar hij heeft wel full gold aan. Oké, rennen, rennen, rennen. Wat ik ga doen, ik wil een huis ingaan hier. Dat is mijn enige optie op het moment, omdat ik hem dan bij de deur kan trappen. Dus dat is even iets wat ik wil gaan proberen. En bij de deur trappen. We rennen er snel omheen, we rennen er omheen, 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 omheen. Nu snel hier naar binnen nu, go, oké. Ja, gozer. En nu. En nu. Nu sta ik hier alvast te klikken. Bam. Zo doen we dat. Poeh. Oké, we hebben hem down gekregen. Wat ik nu ga doen is proberen nog even snel beter te worden van zijn gear natuurlijk. Dat is vrij logisch. Maar dit gaat een harde damage worden. De blast protection. Nou, het is in ieder geval geprotect. Of die in ieder geval een chance erop zitten. Oké, ja, 30 seconden gaat de demo's beginnen. We moeten nu eventjes campen hier. Heel simpel, dat we gewoon te low zijn om iets te kunnen doen nu. Misschien dat hier ergens nog een kist zit of zo, je weet niet. Ik heb nu alle tijd om rustig te kijken hier natuurlijk. Maar dit is dus wel een tip die ik meegeef als je op de Island speelt, of in ieder geval Island. Dan, als je in een moeilijke situatie komt, gebruik dit soort dingen als hulpmiddel. Want hier maak je gewoon af en toe je voordeel mee. Oké, hij heeft full HP... en die andere kerel, Naat 1999, heeft ook full HP, oké. Ik ben benieuwd of dit teamers zijn. Ik ga gewoon hier bij ze staan. Dan gaan we namelijk werken. Oké, we hebben hier dus te maken met teamers weer.
Kom op. Kom op. Go, 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 go. Mensen, we hebben een team uitgeschakeld. We hebben gewonnen dit potje. Wat een fantastisch potje. We waren bijna dood, maar het is ons gelukt. Hier ligt trouwens de Blitzstar. Ik hoop jullie het leuk vonden, mensen, deze aflevering te kijken van de Hunger Games. Vond je het nou? Vergeet niet om die like achter te laten. Vergeet niet op abonneren te klikken. Een leuke reactie. En misschien kunnen we morgen weer winnen in de 102e aflevering. Dat klinkt raar 102, maar zover zijn we al. Mensen, bedankt nogmaals en tot morgen.